Johanna Westerdijk. Werken en feesten vormt schone geesten. Al tijdens haar jeugd toont Johanna Westerdijk een enorme interesse in de natuur. Na haar studie wordt ze directeur van het Willy Kommelin Scholten Instituut, dat onderzoek doet naar de bestrijding van plantenziektes. En in 1917 is het een feit. Johanna Westerdijk wordt niet alleen hoogleraar plantenziektekunde, maar ook de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Een belangrijk hoogleraarschap, want landbouw is een van de pijlers van onze economie. Onder haar leiding wordt onderzoek gedaan naar de bestrijding van allerlei aandoeningen bij planten, zoals de aardappelziekte. Deze door een parasiet veroorzaakte aandoening is nog altijd een groot probleem. Maar wereldfaam verwerft ze met onderzoek naar de iepenziekte. Die staat nog steeds bekend als de Dutch Elm Disease. Als ze directeur van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures wordt, breidt ze de collectie schimmels sterk uit. Ook legt ze voor het onderwijs een verzameling plantenziektekundige preparaten aan. Van een saai en eentonig leven gaat zelfs een schimmel dood. Westerdijk hield van dit soort gevleugelde uitspraken, was gek op jodelen en hield van een feestje. Op haar afscheid kreeg ze een kikker met een bierpul. Want werken en feesten vormt schone geesten.